Hey lieve Curly, daar ben ik weer met een korte update, want vandaag kwam ik erachter dat ik een moisture overload heb. En als jij wel vaker naar mijn filmpjes kijkt, weet je dat ik heel veel waarde hecht aan hydratatie, vocht inbrengen en nog meer hydratatie. Alleen was ik ook al langer bekend met het fenomeen moisture of protein overload. En wat betekent het nou als je te veel hydrateert? Wel, ja, hydratatie heb je nodig voor je krullen, maar je kunt er dus te veel van doen. En wat betekent het nou als je dat doet? Dat ga ik je dit filmpje uitleggen en ook wat ik eraan heb gedaan om echt al binnen één dag een gigantisch verschil te kunnen zien. Ik ben er nog niet helemaal, maar dit was ik toen straks. En dat was pas mijn eerste dag na het wassen. En zoals je weet ga ik normaal gesproken 4, 5 of soms zelfs wel 6 dagen door na het wassen. Dus dit was wel een beetje drama. Nou, moisture overload herken je eigenlijk met name aan het feit dat je haar nogal slap wordt. Dat je kruldefinitie minder goed blijft. En dat merkte ik heel erg dat mijn haar na het stylen eigenlijk meteen begon uit te zakken. Nou kun je hier al zien dat ik een vrij sterke krul heb en nog zakte het uit, dus dat was best wel vreemd. Daarnaast had ik ook heel veel last van pluis, voelde mijn haar ja, best wel zacht aan, maar niet veel zachter dan normaal gesproken. En merkte ik ook dat het heel snel ja, een beetje viezig aanvoelde, terwijl ik eigenlijk pas een dag na mijn wasdag zat. En dat had ik een paar keer deze week en ik was een nieuw product aan het testen wat niet heel erg lekker ging. En daar zat superveel vocht in, superveel hydratatie, dus juist een go-to product als je te weinig hydratatie en te weinig vocht in je haar hebt. Alleen voor mij was het even te veel. En dus ik ben me gaan inlezen. Toen dacht ik, ja, chips, ik heb het, die moisture overload. En ik heb de afgelopen maanden heel veel vocht ingebracht. Bij mijn haar heel bewust ook. Heeft me heel veel opgeleverd. Glanzende, lekkere bouncy krullen. Alleen ja, te veel is ook niet goed. Want het gaat uiteindelijk over de balans tussen vocht en proteïne. In zowel je productgebruik als gewoon in je haar. En je moet uiteindelijk natuurlijk goed naar je haar luisteren. Dus, wat heb ik gedaan? Ik ben gaan kijken, nou, wat zijn nou de meest sterke do-it-yourself proteïnebehandelingen? Want ik heb niet heel veel producten met proteïne laat staan. Echt zware producten met proteïne. En dat had mijn haar, dacht ik, wel echt nodig. Ik heb van de week al een keer extra gewassen met rijstwater. Zelfs dat maakte eigenlijk vrij weinig verschil. Toen kwam ik op het gelatine masker, wat je zelf thuis kan maken. Ik heb eerst water met gelatine laten inweken, ongeveer 5 minuten. Vervolgens heb ik dat langzaam verwarmd op een gaspitje. Dit heb ik niet aan de kook gebracht en ik heb daar ook 1 eetlepel appelsiederazijn aan toegevoegd. Vervolgens heb ik dat in de koelkast gezet. Dat wil ik je niet aanbevelen. Laat het gewoon even afkoelen, want mijn flesje implodeerde daardoor. Maar goed, ik ben mijn haar gaan wassen gewoon met shampoo. En vervolgens heb ik de gelatine aangebracht. En dat kun je nu ook zien. Wat belangrijk is om te weten is dat je het gelatine masker echt 5 minuten tot een uur in je haar kan houden. Je kan het ja, nog nat uitwassen of juist echt droogfeunen. Dat schijnt de meest heftige variant te zijn. Ik heb zelf gekozen voor het aanbrengen. Goed door mijn haar heen kammen met mijn vingers. En vervolgens met de tangle teaser het er doorheen borstelen. Toen ik helemaal klaar was met mijn haar heb ik ongeveer 5 tot 10 minuten met een warme stand met mijn föhn op mijn haar gefeund of mijn haar geblazen. Daardoor werd het niet totaal droog. Het was vooral eigenlijk een beetje warm. Toen ben ik het gaan uitspoelen. Daarna een hele belangrijke, wat ik niet bij iedereen terug zag komen, maar wat ik wel heb gedaan op aanraden van een heel veel bekeken YouTube filmpje wat over het masker ging, heb ik een vochtinbrengend haarmasker gebruikt. En dat vond ik wel een beetje een dingetje. Ik dacht, ja, hallo, ik had juist een moisture overload en dan ga ik weer vocht aanbrengen. Maar omdat je één van een overload aan de ene kant afkomt en een best wel zwaar do-it-yourself haarmasker gebruikt, moet dat wel weer in balans komen. En ik moet zeggen, nou ja, mijn krul holt is weer in ieder geval terug. Het is, de producten doen weer wat ze normaal gesproken ook doen. Ik heb het glans, het is niet zo zacht als dat het was. Dus dat is ook super fijn, want het was echt te zacht. Waardoor ja, het kapsel ook niet bleef zitten.
Nou, ik heb het net gewassen en afgesteld. Dus wat dat betreft kan ik niet heel veel zeggen over hoe het zal aanvoelen na 2 of 3 dagen. Maar het voelt nu al heel veel beter dan de afgelopen wasdagen die ik heb gehad. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik vermoed dat ik wel de volgende wasdag wel een proteïnebehandeling zal doen in de vorm van bijvoorbeeld rijstwater gefermenteerd. Als je niet weet hoe dat werkt, wat het voor je haar doet, kijk dan vooral naar het filmpje. Ik zal het linkje ook hieronder delen. Super nuttig en goed om te weten. En kan je wederom heel makkelijk thuis zelf maken om daar ook mee te testen of dat nu is wat je haar nodig heeft. Dus wellicht dat wanneer je zelf een overload hebt qua vocht, dat je juist wel het masker hard zou moeten laten worden of juist al na 5 minuten moet laten uitspoelen. Dat moet je ook echt voor jezelf aanvoelen. En dat is lastig, want zodra je hem voor de eerste keer gebruikt, heb je er nog geen ervaring mee. Maar ervaring met krullen doe je maar op 1 manier op. En dat is door het ook gewoon vooral te proberen en voor jezelf bij te houden wat nou voor jou werkt. Want dat is een hele belangrijke. Dus ik zal beter gaan balanceren en spelen met zowel hydratatie, wat altijd een lopend thema op mijn wasdagen zal zijn, maar ook zeker het aanbrengen van rijstwaterbehandelingen en andere proteïnehoudende producten. Een korte update van dag 2. Zoals ik gisteren al aangaf, mijn haar is nog niet helemaal 100% terug, maar wel al stukken beter. Ik heb nog steeds kruldefinitie. Het pluist wel, wel ook moeilijker refreshen dan normaal, maar ik voel wel echt al een verschil van, ik denk wel 70% ten opzichte van gisteren bij mijn refresh. Dus dat is super fijn. En dat wilde ik even niet onthouden. Dus vandaar deze korte update. Heb jij zelf wel eens een moisture of een proteïne overload gehad? Laat het vooral hieronder weten. En laat het me ook weten hoe je het hebt opgelost. En ja, hoe snel het ook voor jezelf werkt. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan vooral. Ik post 2 keer per week video's met daarin krullentips, product reviews en nog veel meer leuks. En als we nog niet connected zijn op social media, ik zit op Instagram en op Facebook @mykrullen. Have a curlylicious day!